De Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname, NSBS, herdenkt vandaag haar 50-jarig bestaan. In dit kader heeft ze samen met de doelgroep, vrijwilligers, personeel, het bestuur en relaties het heugelijk feit gevierd in de congreszaal. Tijdens het officieel gedeelte van de viering heeft Steven Rijmen, voorganger van de gemeente Logos, een korte boodschap gebracht. Volgens Rijmen is God een God van het feest en hij heeft vandaag toegestaan dat het blindencentrum haar 50-jarig bestaan mag vieren. We zijn dankbaar voor mensen die omzien naar hun medemens. Een van de eerste vragen die gesteld werd in de Bijbel is: een broer heeft het gesteld nadat hij zijn broer had vermoord. En God vroeg hem: waar is je broeder? En hij zei tegen God: ben ik mijn broeders moeder? En God zegt: ja, je bent je broeders moeder. En tot vandaag blijft dat antwoord gelden, dat wij allemaal onze broeders moeder zijn. Het is eenmaal zo in het leven. We zullen niet de eerste, dit zullen niet de laatste blinden zijn. Het zullen niet de laatste gehoorgestorven zijn. Het zullen de laatste mensen zijn met beperkingen. Zo heeft God het gemaakt. Maar daarentegen heeft God ook mensen gezet om ons heen, of om hun heen, die hun broeders hoeders moeten zijn. Dus ik wil u allemaal oproepen, als u dat nog niet doet, probeer op een of andere manier toch uw broeders hoeder te zijn. Steven Rijmen, voorganger van de gemeente Logos. Volgens Karin Blufband, bestuurslid van NSBS, wordt de werkelijke job van de organisatie gedaan door de medewerkers en de vrijwilligers. Zij sparen tijd noch moeite om er voor de doelgroep, de mensen met een visuele beperking, te zijn, zegt Blufband. Wij mogen als bestuur samen met betrokkenen de richting helpen bepalen. En anno 2017 vooral samen kijken hoe we een rol van betekenis kunnen blijven vervullen en hoe we samen kunnen overleven. De Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname 50 jaar. En een 50 delen. Echt een mijlpaal. We willen op de eerste plaats dankzeggen aan onze Heer en Schepper, die door alle stormen en moeilijkheden heen ervoor gezorgd heeft dat dit instituut behouden is gebleven voor de doelgroep. Karin Blufband, bestuurslid van NSBS. Zij sprak vanmorgen tijdens de viering van 50 jaar Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname. Dit feest is in de congreshaal gevierd.